Hallo en welcome in AutoWorld voor deze webinar waar we vandaag iets dieper gaan ingaan op financiering van uw auto en dan meer bepaald over de optie private lease. Ik heb daarvoor bij mij Bart Martens, dat is de managing partner van Eurofleet Consult. Dag Bart, hartelijk welkom zou ik zo zeggen. Steven, goedemiddag. Gezien dat we op een veilige afstand staan, stel ik voor dat we ze afdoen, dat praat wel makkelijker, dat ademt ook wel makkelijker. Ja, dat dampt niet aan de bril ook. Inderdaad, het dampt vooral niet aan de bril. Vooraleer wij aan ons gesprek beginnen, want ik heb echt wel een aantal pertinente vragen voor jou, stel ik voor dat we heel even kijken naar een filmpje dat we eerder gemaakt hebben, waarin we al de financiering een heel klein beetje uitleggen. Graag. Je wil een auto, maar je spaarvarken kan dat momenteel niet aan? Geen paniek, je kan altijd financieren. De klassieker daarbij is het autokrediet. Je ontleent simpelweg het bedrag dat je nodig hebt bij de bank of rechtstreeks via de concessiehouder. Vergelijk dus zeker de verschillende kredietaanbiedingen en vergeet daarbij de kleine lettertjes niet. Ieder komt met zijn eigen voorwaarden en tarieven, maar ook met eigen regels. Het meest voordelige aanbod hoeft daarom dus niet het beste te zijn. Nog een vorm van afbetaling is het ballonkrediet. Daarbij zijn de maandelijkse afkortingen een stuk lager dan bij een traditioneel krediet. Alleen volgt er op het einde een laatste, veel hogere aflossing. Dat maakt van deze vorm in feite een overeenkomst met opkoopsom. Wie niet per se wil kopen, kan tegenwoordig ook huren. En dan zitten we bij private lease. Het voordeel van deze formule is dat alles, taksen, verzekering, onderhoud, noem maar op, vervat zitten in de maandelijkse huurprijs. Nadeel? Op het eind van de huurperiode gaat de auto terug naar de leasemaatschappij of de constructeur. Waarna er dus een nieuw contract afgesloten moet worden met opnieuw een maandelijkse vergoeding. Dat bedrag wordt trouwens altijd bepaald door het aantal kilometers die je schat te rijden en de loopduur van het contract. In beide gevallen, hoe hoger die getallen, hoe meer je zal betalen. Moet je waren op naam komen van een bedrijf, passeer dan eens bij de boekhouder. Die weet beter dan wie ook welke formule het best past bij de noden en gebruiken van de firma. Ziezo, in een notendop hoe je je auto gefinancierd krijgt. Goed Bart, we hebben het nu gezien, er zijn verschillende soorten van financiering mogelijk. Private lease is er daar één van. Nu, de grote vraag die wij hebben, of die ik mij ook eigenlijk stel, is private lease nu effectief zo'n interessante formule voor particulieren? Ze is een interessante formule, Steven, omdat ze heel veel zorgen wegneemt. Ze neemt ook de druk weg van de eigendom van het voertuig. We kopen gemiddeld een voertuig, maar we gebruiken het ongeveer 10% van de tijd. Dat is natuurlijk niet echt in balans. Nee, hè. Ja. Vandaar dat private lease daar voor een groot stuk ook aan tegemoet komt. Het neemt ook een beetje de drempel weg om naar een nieuwer voertuig te gaan. Het neemt ook de drempel weg om met nieuwere motorisaties om te gaan. Die toch in catalogusprijs een stukje hoger liggen, maakt het in maandbedrag een stukje meer verteerbaar. Ja, dat zijn dan de voordelen, maar ik vermoed dat er ook wel nadelen zullen verbonden zijn. Ja, het is wat je doet met een private lease contract. Een private lease contract is in principe, je gaat een contract aan van huur op lange termijn. Dat wil zeggen, in tegenstelling tot de klassieke producten, financiering, ballonfinanciering enzovoort, die we ook in het filmpje even hebben gezien, hè. In tegenstelling tot die producten gaat het hier om een product waarbij je een gebruiksrecht verwerft. Je betaalt daarvoor een maandelijks bedrag. In ruil daarvoor zit niet alleen uw financieel gebruik van het voertuig erin. Het onderhoud zit erin, de herstellingen, de banden enzovoort. Zit allemaal vervat in het maandelijks bedrag. Eigenlijk alles behalve de brandstof zit daarin. Het klassieke product, financieringsproducten, ja, daar ga je zelf het voertuig inschrijven. Je gaat zelf ook voor alles moeten zorgen. Je moet zelf zorgen voor de verzekering enzovoort. Want het is ook jouw goed. Het is jouw voertuig. Bij een huur op lange termijn, bij een private lease, heb je dat niet. Hè? Daar ben jij ook niet de eigenaar van het voertuig. Het is de leasemaatschappij, de verhuringsmaatschappij, die de eigenaar is en die ook de eigenaar blijft van het voertuig. Ja, je hebt het net al even aangehaald. Dat ballonkrediet, daar is ook een laatste vrij hoge maandelijkse aflossing. Ja. Is dat dan te vergelijken met een private lease of zijn we nu appelen met peren aan het vergelijken? In maandbedrag gaat dat ongeveer een beetje op hetzelfde uitkomen. Strikt juridisch gezien is dat niet hetzelfde. Okay. Want belangrijk is dat het voertuig bij een ballonkrediet staat op jouw naam als gebruiker ingeschreven. Bij een private lease is dat ingeschreven op naam van de leasemaatschappij. Dus juridisch gezien, economisch gezien, is de leasemaatschappij die eigenaar is bij een private lease. Mm-hmm. Bij een ballonkrediet ben jij de eigenaar. Ah, oké, op die manier. Nu, goed, de leaseperiode is afgelopen, de auto gaat terug. Wat is dan de volgende stap? Je hebt een goed gebruik dat eigendom is van de leasemaatschappij. Dus het is ook de leasemaatschappij die er dan gaat over waken dat jij het goed
goed hebt gebruikt. Dus eigenlijk, net zoals je op vakantie ook een auto gaat gebruiken, hè, dan gaat men ook een beetje rond de auto lopen, gaat men opschrijven, zijn er krassen op het voertuig, zitten alle zetels er nog in, ja, enzovoort. Ja. Hetzelfde gaat ook gebeuren bij een private lease. Op het moment dat het voertuig terugkomt, zal er ook een einde contractinspectie gebeuren. Dan gaat men op basis van een vastgelegde lijst, ja, gaat men controleren of dat het voertuig in goede staat is, in een staat die eigenlijk ook verwacht wordt na die looptijd en na dat kilometrage. Ah, oké. Okay. Dus het is niet zo dat, ik zeg maar iets, na 4 jaar een aantal gebruikssporen onmiddellijk in rekening zijn. Nee. Daar is ook een goede tip daarvoor. Je kan bij Renta, de federatie van de lange termijn verhuurmaatschappijen, Renta heeft ook een normenboek afgesproken. En dat wordt ook door de aangesloten leasemaatschappijen gebruikt. En daarin staat de schade die aanvaardbaar is na een bepaalde periode en de schade die niet aanvaardbaar is en dan ook in de rekening zal gesteld worden. Ja, we hebben nu al over heel veel gesproken, behalve over de prijs. Want wat kost het nu en van wat hangt dat allemaal af, die prijs? In eerste instantie zal het natuurlijk afhangen van de investeringswaarde van het voertuig. Een klein voertuig zal natuurlijk een andere investeringswaarde hebben dan een grote wagen, een luxueuze wagen. Dat is één element. Het tweede element waarvan het afhangt is natuurlijk ook de looptijd van het contract. In principe, hoe langer de looptijd, hoe lager de restwaarde uiteindelijk zal worden en hoe hoger je maandbedrag zal komen. En ook, en dat is vooral belangrijk, het kilometeraantal, dus de kilometrage die je gaat, die okay, je gaat rijden. Doe je weinig kilometers, ga je ook weinig gebruik maken van de diensten, ga je weinig banden verslijten, ga je weinig op onderhoud moeten enzovoort. Dus daar gaan uw maandbedragen lager zijn. Ga je eerder naar hogere kilometrages, ga je naar kilometrages van 25, 30 en meer duizend kilometer, dan kan het wel een duurdere aangelegenheid worden. Nou, en vraag dan, ja, die we ook al dikwijls gesteld gekregen hebben, is zo'n private lease, zit daar dan alles in vervat? Of dat is afhankelijk van... Dat kan je kiezen. Ja, in principe kan je daar wel veel in kiezen. Meestal zal er alles in zitten, behalve de brandstof. Ja, misschien nog een laatste vraag. We hebben in de muziekindustrie gezien dat Spotify eigenlijk de klassieke cd en plaat heeft overgenomen. Gaat dat voor private lease ook het geval zijn? Gaat dat andere financieringsmogelijkheden naar de uitgang begeleiden? Ik denk in de eerste plaats, Steven, dat we moeten even een klein stapje terugnemen en vaststellen dat voertuigen stilaan duurder worden. Ze worden zwaarder, maar ze worden vooral ook duurder. Er zit veel meer technologie in, aandrijftechnologie, entertainmenttechnologie zeker ook. Dus in zuivere aanschaf, zoals we dat vroeger gewoon waren, denk ik inderdaad dat we daar een shift gaan zien. Ik denk dat we fundamenteel een shift zullen zien van eigendom naar gebruik. Jij beschrijft het gebruiken van mobiliteit in principe op het moment dat je gebruik van muziek op het moment dat je het nodig hebt. Ik denk dat dat ook voor mobiliteit zal gebeuren. Ik denk dat de mobiliteit niet meer gedurende 7 of 8 jaar zal gebonden zijn aan één en hetzelfde voertuig, zoals we dat vandaag eigenlijk doen in de particuliere markt. Ik denk dat je daar inderdaad tot een soort multimodaliteit zal komen, waar inderdaad wel private lease of aanverwante producten een rol zal inspelen, absoluut. Heeft u dan geen vrees te snaken? Is dat nu, in deze coronaperiode waar we doorgaan, dat dan niet net een nefast effect zal hebben voor de private lease die zich net gelanceerd heeft? Ik denk dat we daar toch één ding moeten ook vasthouden. Mensen zullen uit de crisis komen en zullen ook wel angst hebben om in het openbaar vervoer in een overvolle trein, in een overvolle bus te gaan zitten. Dus de interesse in individuele mobiliteit is echt wel zwaar toegenomen. Voor mij heeft private lease vooral ook een heel belangrijk effect voor de postcrisisperiode, om het zo te zeggen. Het is enorm voorspelbaar. Voor het familiebudget is het enorm voorspelbaar, want je weet op voorhand hoeveel je elke maand gaat betalen voor uw mobiliteit. Als je dan ook nog de goede keuze maakt voor uw motorisatie, als je dan eigenlijk een motorisatie kiest die voor jouw gebruikssituatie ook optimaal is, dan kan je eigenlijk ook wel misschien zelfs tot een lager mobiliteitsbudget komen dan je uiteindelijk vandaag hebt. Oké. Okay. Meneer Martens, hartelijk bedankt voor die deskundige uitleg. Ziezo, daarmee zijn we weer al een heel stuk wijzer wat private lease betreft. Loop nog niet onmiddellijk weg. Hierna volgt nog een stukje verzekering. Daarvoor geef ik graag straks het woord aan meneer Robijns van Assuralia. Maar voor het zover is, gaan we eerst nog eens kijken naar een korte video. De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is een basisverzekering en dus verplicht. Het is immers de verzekering die, bij een ongeval in fout, de schade van de tegenpartij vergoedt. Het spreekt voor zich dat in een omgekeerd scenario de burgerlijke aansprakelijkheid jouw schade zal dekken.
Die burgerlijke aansprakelijkheid komt vervolgens met wat opties, zoals rechtsbescherming voor de dekking van juridische kosten in geval van geschillen of een bescherming van de bestuurder om de kosten van verzorging of revalidatie te dekken. Voor u volledig op zeker wilt spelen, is er de Omnium. Ongeval, ongeacht wie daarbij in fout is, diefstal, gebroken ramen, slecht weer, alles is gedekt. Maar weet dat het, afhankelijk van het eigen risico dat je wil nemen, een dure formule is. Eén die soms meer kan kosten dan het herstellen schade. Oké, nu je verzekering afsluiten. Dat kan via internet of de telefoon, de zogeheten directe verzekeringen. Die zijn vaak het goedkoopst, maar wil je erop terugvallen, dan zal je zelf de nodige stappen moeten ondernemen om terugbetaald te raken. Zie je dat niet zitten, stap dan naar een verzekeringsmakelaar. Die zijn iets duurder, maar die bieden ook meer diensten aan. Tot slot, verzekering is verplicht, ook als je risicoprofiel bent. Word je door de traditionele verzekeringsmaatschappijen dus consequent geweigerd, stap dan naar het tarifferingsbureau. Zij zullen je van een burgerlijke aansprakelijkheid voorzien. Ziezo, in een notendop hoe je je auto verzekerd krijgt. Meneer Rubens, hartelijk welkom. We staan op een veilige afstand, dus ik stel voor dat we die maskers afnemen, zodat we wat makkelijker praat, wat makkelijker ademt ook. Verzekering, ja, als journalist ben ik er niet zo in thuis. Het enige wat ik ervan weet, is dat burgerlijke aansprakelijkheid verplicht is. Alleen stel ik mij de vraag, en ik niet alleen denk ik, ook onze kijkers, is dat vandaag de dag nog wel genoeg? Wel, de wetgever die maakt zich in de eerste plaats zorgen over de schade die je met je voertuig aan anderen zou kunnen toebrengen. Dat is de voetganger, de fietser, een andere weggebruiker, ook je eigen passagiers, dat noemt men de derden. En het is de verzekering van de schade die je aan derden zou toebrengen die wettelijk verplicht is. Men gaat zelfs een stapje verder ten aanzien van fietsers en voetgangers, de zogenaamde zwakke weggebruikers. Is het ook zo dat zelfs wanneer de automobilist geen schuld treft bij het ongeval, dus een ongeval dat veroorzaakt wordt door de onvoorzichtigheid van de fietser of van de voetganger, dan komen de lichamelijke letsels van de fietser of van de voetganger voor rekening van de automobilist toch, of van dienstverplichte autoverzekering. Dus dat is wat de verplichte autoverzekering dekt. Ja. Maar daarmee is je vermogen wel beschermd tegen de aanspraken van de slachtoffers, mm-hmm, maar ben je nog niet veiliggesteld voor je eigen schade, of nu gaat om schade aan je auto of schade aan je eigen persoon. Ja. Dus als ik het goed begrijp, ja, een burgerlijke aansprakelijkheid is echt, zoals dat het zegt, het wettelijke minimum. Maar voor mensen die toch wat meer zekerheid willen, toch liever een stapje hoger. En dan is het eigenlijk een beetje in functie van de eigen noden en wensen. Vind je het belangrijk om in de eerste plaats rekening te houden met de mogelijkheid dat je bij een ongeval zelf in de fout gaat en zelf ook letsels oploopt? Dan ga je natuurlijk zeggen van ik heb een ziekenfonds, ik heb wellicht ook een hospitalisatieverzekering zoals meer dan 8 miljoen mensen in België. Maar je moet ook denken aan de verdere gevolgen, de arbeidsongeschiktheid die eruit kan voortvloeien. En dan is het een beetje een afweging van in mijn omstandigheden kan ik terugvallen op andere verzekeringen. Als je veel voor het werk rijdt, is dat de arbeidsongevallenverzekering. Ben je een zelfstandige, dan heb je misschien een gewaarborgd inkomenverzekering. Maar een gepensioneerde bijvoorbeeld, of iemand die een huisvrouw bijvoorbeeld, die heeft geen arbeidsongevallenverzekering, die heeft ook geen gewaarborgd inkomen. Dus voor die mensen is het wel belangrijk om even stil te staan bij de vraag van wat met de gevolgen van mijn eigen lichamelijke letsels. Hetzelfde voor de materiële schade, voor de materiële schade bij aanrijding, maar bijvoorbeeld ook bij storm of overstroming, is het zo dat de Omnium-verzekering instaat voor de schade aan je auto. Wanneer je een lening aangaat, dan is dat misschien een verplichting vanuit de lening. Dus de bank zal van vragen een Omnium-verzekering te nemen voor je nieuwe wagen. Ja, ik kan begrijpen dat de bank wil weten dat de auto die eigenlijk het onderpand is van die lening, dat die ook veiliggesteld wordt tegen het feit dat die auto gestolen zou kunnen worden, dat die ineens weg is en dat de mensen dus opgezadeld zijn langs de ene kant met het terugbetalen van de uitstaande lening en opnieuw een nieuwe auto zouden moeten aankopen. Dus vandaar die Omnium-verzekering. Nu, ik begrijp dat die Omnium-verzekering na een paar jaar misschien niet langer verplicht is omdat de lening terugbetaald is of zwaar begint door te wegen. En dan zijn er formules zoals de kleine Omnium, dat heeft verschillende handelsnamen op de markt, speciale Omnium of zo. Dat is dan een goedkopere versie. De aanrijdingen, dat is eigenlijk het duurste brok in de Omnium, wordt er van tussenuit gehaald. En wat er blijft is glasbreuk, natuurrampen, aanrijdingen met dieren enzovoort. Ja, op die manier.
Ja, stel nu dat we op zoek zouden gaan naar zo'n omniumverzekering of een halve omnium, of hoe het ook mag heten. Wat zijn dan specifiek de valkuilen waar mensen moeten op letten? Ik zou zeggen dat de mensen moeten letten op wat voor hen echt belangrijk is. En bijvoorbeeld ten aanzien van het verschil tussen een aanbieding zonder franchise of een aanbieding met een franchise, eigenlijk voor zichzelf afwegen van waar ligt mijn pijngrens. Ik zou ervan uitgaan dat je je best alleen verzekert voor de dingen die aan het einde van de maand een zware last betekenen voor de gezinsfinanciën. Maar ik kan ook begrijpen dat er mensen zijn die het maar beter vinden dat de verzekeraar vanaf de eerste euro zou tussenkomen, dus een omniumverzekering zonder franchise. Die omniumverzekering voor u en voor mij is dat meestal geen probleem, maar we zitten ook met jonge kijkers, jonge automobilisten. Ja, hebt u daar een advies? Ik zou zeggen dat de wereld toch wat veranderd is voor jonge automobilisten in vergelijking tot 10 of 15 jaar geleden, toen de markt van de autoverzekeringen het moeilijk had en er moeilijkheden waren voor jonge bestuurders om zich te laten verzekeren. Ik zou zeggen, als jongere zou ik zeggen, eerst je strepen verdienen. Als gelegenheidsbestuurder van de auto van de vader of de moeder, laat aan de maatschappij weten hoeveel mensen in het gezin een rijbewijs hebben. Maar er is niks op tegen dat een gelegenheidsbestuurder af en toe het stuur zou nemen van de auto. Dat ook bekend is bij de verzekeringsmaatschappij. En als daar geen brokken van komen, dan zou ik zeggen van je begint natuurlijk met een interessant verleden. Het feit dat er niks op aan te merken is. Hetzelfde voor de mensen die bijvoorbeeld op jonge leeftijd een auto van de zaak kunnen gebruiken. Als je bijvoorbeeld fotocopieertoestellen moet gaan herstellen, krijg je soms een auto mee. Nu de kilometers die je daar schadevrij rijdt, die ga je natuurlijk ook in de onderhandeling kunnen gebruiken om een verzekering te krijgen tegen een voordelige prijs. En wat nu heel modern is, dat is het gebruik van zwarte dozen, zoals men dat noemt, of telematica. Mm-hmm. Dat zijn systemen waarmee je kunt volgen of je hoort tot de rustige rijders of de meer vinnige rijders. Verzekeraars hebben liever het rustige type. Mm-hmm. En er bestaan systemen die dag in dag uit laten weten van vandaag heb je veilig gereden of vandaag heb je echt nerveus gereden. En dat kan je op je smartphone laden, dat kan ook in het voertuig geïnstalleerd worden. En dat is een manier voor jonge chauffeurs, zeker de rustiger jonge chauffeurs, om op die manier aan een goedkope autoverzekering te geraken. Dus de verzekering houdt daar zeker rekening mee met dergelijke systemen. Geldt dat dan bijvoorbeeld ook voor de veiligheidssystemen die geïnstalleerd zijn in een wagen? Gaan die wegen op een verzekeringspremie? Je hebt intussen inderdaad meerdere verzekeringsmaatschappijen die wanneer je meerdere veiligheidssystemen in de auto hebt, daarmee denk je aan de slimme cruise control, denk je aan de systemen die ervoor zorgen dat je niet uit je rijvak gaat, de systemen die afstand houden met andere voertuigen, het verklikkerlichtje om te laten weten dat er iemand in je blinde hoek rijdt. Dat zijn systemen die door de verzekeraars in aanmerking worden genomen en die dus recht geven op een voordeliger tarief dan het standaardtarief voor een auto met hetzelfde vermogen. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor een rijstage? Dat kan. Dat is allemaal een onderdeel van de concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen. Dus je moet weten dat er toch meer verzekeringsmaatschappijen om de klandizie vechten van de automobilisten. Dus vergelijken kan geen kwaad. Ja. Misschien nog een laatste vraag om af te ronden. We hebben hier net voor uw deskundige uitleg over verzekering hebben het gehad over private lease. Nu, ik kan me voorstellen dat iemand met een hele hoge bonus-malus misschien wel eens naar zo'n private lease-formule zou kunnen teruggrijpen, omdat die wagen dan toebehoort aan een leasemaatschappij en die persoon dan zijn bonus-malus via de verzekering niet in rekening gebracht zal zien. Of vergis ik mij? Dat zou te mooi zijn om waar te zijn. In de private lease wordt er wel degelijk gevraagd van wat de antecedenten van de bestuurder zijn en mensen met een torenhoge malus, die zullen ook afgerekend worden op een schadeverleden. Bij private lease is natuurlijk ook van belang dat je zou weten van wat voor verzekeringen krijg ik hier. Je moet weten dat er in de verzekeringen verschillen zullen kunnen bestaan in de formules die we besproken hebben, maar bijvoorbeeld ook in de rechtsbijstandverzekering. Je hebt rechtsbijstandverzekeringen die tussenkomen tot 20.000 euro, je hebt er andere die gaan tot 50.000 euro. In een aantal gevallen maakt dat wel degelijk een groot verschil. Hetzelfde met de bijstandverzekering of assistance. Je hebt niet alleen de wegenwacht van onze grootouders, maar ook verzekeringsmaatschappijen bieden bijstandformules aan. Dat kan inbegrepen zijn in de private lease. En daar is het zaak om te kijken waar
tot welke bedragen, met welke voordelen. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het aanbod van de ene en het aanbod van de andere. Dus vergelijk, stel vragen, laat het u uitleggen door adviseurs. Dat laatste gaan we zeer goed onthouden. Kijken, vergelijken en u laten uitleggen. We danken u alweer hartelijk voor het kijken. We herinneren nog even aan dat er nog verschillende andere webinars te vinden zijn op autogids.be. Mocht u daar toch zijn, we hebben er ook heel veel interessante testen en nieuws. Voor deze rest mij niks anders meer dan u te bedanken voor het kijken. Tot de volgende!